goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ons spannende Veronica-programma Op Jacht naar de Schat. En vanavond zijn we, zoals u hier op de kaart achter mij ziet, in Duitsland. Hoe gaat het vanavond weer in zijn werk? In de studio bevinden zich twee kandidaten die maximaal 3 kwartier de gelegenheid krijgen om 3 schatten op te sporen. En als ze dat lukt, krijgen ze 10.000 gulden netto met z'n tweeën. Dat is dus 5.000 gulden maximaal per persoon netto. Zij krijgen om te beginnen een boodschap op, een omschrijving, die zal ik zo meteen een paar keer voorlezen. En daarin staan de nodige aanwijzingen over de plaatsen waar die schatten eventueel zouden kunnen liggen. Verder hebben ze literatuur voor zich over het gebied waar we vanavond zijn. En ten derde, dat is het belangrijkste, bevindt zich in de buurt van de schatten een helikopter met onze verslaggever Jan de Vries. En Jan zal instructies uitvoeren die de kandidaten hem geven. Van belang is nog even dat zowel Jan de Vries als ik niet weten waar die schatten zich bevinden. Wat dat betreft zijn we eigenlijk een soort extra kandidaten. En verder is het zo dat hier in de studio alleen maar een geluidsverbinding bestaat met Jan. Terwijl u thuis ook kunt zien wat Jan op dit moment en zometeen doet. Ik zei u al, we zijn vandaag in Duitsland en dat staat hier aangegeven op deze kaart. Dat is ongeveer een gebied van 20 bij 15 kilometer met in het noorden Koblenz en in het zuiden Mainz. Om u even aan te geven waar we ongeveer zijn in Duitsland. De Rijn stroomt er doorheen en dan hebben we hier het bekende plaatsje Lorelei dat u natuurlijk allemaal kent van het sprookje. Dan hebben we Saint-Guerre en plaatsen als Karbach, Weiler en Weier. Ik noem er zomaar een paar, want we weten natuurlijk niet precies waar het vanavond allemaal zal gebeuren. En dan stel ik u nu graag voor aan onze kandidaten van vanavond. En onze kandidaten vanavond, dat zijn Wilmar te Winkel uit Amstelveen en Rien Hagen uit Rijnsaterwoude. Wilmar, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik werk in een restaurant met heel veel plezier en veel hobby's. En wat voor soort restaurant is dat? Het is een restaurant specifiek gericht op de lunch. En heb je nog speciale en gerechten? En ontbijt. Speciale gerechten. We proberen onze gerechten over de hele wereld zo'n beetje bij elkaar te krijgen. Chinees, Japans, Italiaans. Zo van alles wat. Noem eens wat. Oh god. Veel te veel. Ik ben veel te nerveus. Nou, noem maar een gerechtje even. Het recept of het... Of zo'n beetje wat erin zit. Japanse salade bijvoorbeeld. Licht gestoomde ijsbergsla met peultjes en stukjes kipfilet die gebakken zijn in notenolie. En het alles wordt overgoten met een teriyaki saus. Oh, dat klinkt heerlijk. En doe je nog wat naast het restaurant? Ik vlieg standby. Ik ben standby stewardess. Stewardess. Ja. En Rien uit Rijnsaterwoude, waar ligt dat precies in Nederland? Dat ligt tussen Alphen aan de Rijn en Leemuiden. Ja. Aan de Brasemermeer. Een heel prettig wonen daar. En wat doe jij? Ik ben assistent inkoper bij een bankbedrijf in Amsterdam. En wat koop je in? Alles wat we nodig hebben. En dat is? Nou, typemachines, papier, pennen, potloden, nietjes. Veel van dat soort dingen. Ja. En doe je nog wat naast je? Ja, ik ben een fervent watersporter. Dan stel ik u nog even voor aan iemand die hier ook in de studio is. Dat is Jeannette Jonker, hier links. En Jeannette die weet alles van dit programma af. Die weet precies waar de schatten liggen. Die kan daar alle informatie over verstrekken. En zodra er een schat gevonden is, wordt de tijd stopgezet. En dan gaat Jeannette ons vertellen of we dat allemaal goed of slecht hebben gedaan. Tevens geeft ze wat informatie over de culturele en historische achtergronden van de plaats waar we dan zijn. En dan is het nu tijd om contact te zoeken met Jan de Vries ergens in Duitsland. Jan, kan je mij horen? Ja, goeiedag Tom. Dag Wilmar, dag Rien. Ik sta hier aan de kant van de Rijn, op de oever, zo gezegd. Op een beetje een uiterwaard vlak voor de kade. Ik sta hier op zo'n pak 40 kilometer van Koblenz. Ten zuiden op de linker oever van de Rijn. En links is dan altijd stroomafwaarts gemeten. Kan je een plaats noemen waar je in de buurt staat? Ja, in de buurt van plaatsen zoals Saint-Guerre, Zumgarten om precies te zijn, op de linkerkant van de Rijnoever. En zit je ten noorden van Saint-Guerre of zit je ten zuiden daarvan? Ten zuiden van Saint-Guerre. Saint-Guerre ligt voor mij aan die kant. En dat is de helikopter die al overkomt vliegen. En die ons zometeen naar allerlei prachtige plaatsen gaat brengen. Ondertussen kan ik nog eventjes vertellen dat wij hier staan. Aan de overkant van de Lorelei. Lorelei die zo heet omdat hier vroeger een schone jonkvrouw op de rotsen hebben gezeten. En die met haar schoonheid de schippers die hier langskwamen in verleiding bracht en die dan op de rotsen te pletter storten. Nou, dat is
verleden tijd. Vandaag gaan wij het dus eventjes over de schatten die wij moeten gaan zoeken. Het woord is aan jullie, aan Tom, Wilma en aan Wien. Ja, ik zal je eerst eventjes neerzetten op de kaart met je helikopter. Als ik goed begrijp sta je dus ongeveer hier, Jan de Vries. En dan wordt het nu bijna tijd om het programma te beginnen. Jeannette, geef jij graag even de eerste envelop met de eerste opdracht. Jan, staat jouw stopwatch klaar? Ja, Tom, wij zijn er klaar voor. Dan gaan we bijna de tijd starten. Attentie, start. Top, geregeld. Goed, dan gaan we dus eventjes snel openmaken en voorlezen. Hier is er één voor jou. En hier één voor jou. Dat is dus de eerste schat en die gaat om een bedrag van 2000 gulden wanneer die wordt gewonnen. In de verschrikkelijke en natte kerker waarin ik werd neergelaten omdat ik geen tol wilde betalen, zult u mijn goud vinden. Ondertekend een schipper. Ik herhaal dat nog even. In de verschrikkelijke en natte kerker waarin ik werd neergelaten omdat ik geen tol wilde betalen, zult u mijn goud vinden. Ondertekend een schipper. Nou, wat zouden we daarmee aan kunnen? Aardig, lijkt mij. Nou, om een aantal woorden eruit vinden. Natte kerker moet in de buurt van water zijn. Kerker bevinden zich eigenlijk uitsluitend in sloten, kastelen. Tol wilde betalen. Moeten we iets vinden over waar vroeger tolplaatsen zich bevonden? En zult u mijn goud vinden? Het lijkt me dat dat voorlopig het voldoende is. Ja, wacht even. In de verschrikkelijke en natte kerker waarin ik werd neergelaten. Dus dat zal iets zijn onder de grond, lijkt me dan. Ja. Jongens, omdat hij geen tol wilde betalen. Jan, denk je dat er een aanknopingspunt is wel waar ik hiermee uit de voeten kan? Ja, ja. Jan, ik zou er maar in gaan klimmen. Ja. Waarin? In het helikopter. In het helikopter? In het helikopter. Ja. En ga maar eens even naar boven toe. En ik denk dat het verstandig is om bij het kasteel even te gaan kijken. Het kasteel? Ja. Welk kasteel is dat? De Lorelei. Het kasteel de Lorelei. Dat is aan de overkant van aan de overkant van het water, ja. Jawel. Oké, daar gaan wij heen. Uitstekend. Ja. Jongen, jongen. Sanctuaire. Nou, moet maar eens even kijken of er iets is met een kerker en een neergelaten persoon. Ja, maar dat is de Ruben niet. Die. Tijd is gestart. Het is nu 42 minuten en 51 seconden te gaan. Even kijken, waar zit hij? Nou. Oké, wij vliegen nu over de Rijn naar de overkant. Ja. Rechts voor mij zie ik een gigantische rots oprijzen. Dat noemen wij rots. Ja. En daar gaan wij nu bovenop kijken. Okay, dus we zullen waarschijnlijk toch die plaatsjes even her en der moeten nagaan of daar een verhaal bij is. Ik heb net Oberwinsel opgevat. Daar vind ik niks. Dan hebben we daar. Zie je geen index in? Lange shite. Lange shite zie ik überhaupt niet staan. Dan hebben we daar. Wien en Wilma, dat we hier gaan landen. Kun je even blijven hangen? Ja, want we hebben. Ja, ik ben het er voorlopig nog mee eens. Maar ik zit me als een gek te zoeken naar het kasteel van Zengor. Maar je hebt ook het kasteel van Oberwezel. En daar bij de Lorelei. Lorelei ligt daarboven. Ja, ik wil een stuk daarboven. Maar vinden we nou maar iets? Bezienswaardigheden. Hierin? Ja, dat zijn de twee. Dus 223. Zengor, Lorelei, in de Rijn, in vlammen. Lieve Vrouwenkerk, zou dat zijn? Of 232, sorry. 232, eentje verder, dat is dat landstoel. Wilma, wij cirkelen nu een beetje in de buurt van die rots van de Lorelei en boven de Rijn rond. Ja, zie jij een kasteel, Jan? Een kasteel. Of een burcht? Ja, ik zie wel een kasteel recht vooruit. Het is boven het stadje. Even kijken hoor. Sint-Quarhausen. Ja? Ja, daar iets boven ligt een wat eruit ziet als een oud slot. En dat heet waarschijnlijk Kamp Bornhoven. Dat kan ik even daar niet zien, maar dat zou mogelijk zijn, ja. Dat is wat namelijk op deze kaart, dat is het eerste kasteel wat ik zie boven Sint-Quarhausen. Maar ja,
Nogmaals, ik weet niet of we daar moeten zijn, maar... 40 minuten en 34 seconden, als je, voor de boeg. Als je denkt aan een kerker, denk ik toch aan een burcht of een kasteel... waar zoiets in zou moeten zijn, maar er zijn er nogal wat natuurlijk. Dat betekent een schipper in de verschrikkelijke en natte kerker waarin ik werd neergelegd.